hebben net de grenscontrole gehad. Dit is allemaal heel erg officieel. Mijn kakbroek en mijn kakshirt. Now we are going inside to the northern boundary of TMZ. Hoi en welkom bij weer een nieuwe vlog. We zijn nog steeds in Beijing, maar niet voor lang meer. Want over een paar uur stappen wij op de trein naar Pyongyang, Noord-Korea. Het stond al heel erg lang op mijn lijstje. Ik heb even een klein beetje overgehaald om daar met mij naartoe te gaan. Het klinkt niet zo makkelijk om daar naartoe te gaan als het lijkt. Je hebt een tourorganisatie nodig. Je moet heel veel papieren invullen, heel veel visa's regelen. En dat heeft onze tourorganisatie allemaal gedaan. Maar er zijn een paar dingen die je wel en niet mag doen in Noord-Korea. Zoals je waarschijnlijk wel een beetje zult beseffen. En daarvoor gaan we nu naar een hotel toe waar we met onze tourorganisatie hebben afgesproken. En zij gaan ons allemaal dingen uitleggen wat we precies kunnen verwachten. Wat we wel moeten doen, wat we niet moeten doen. En daarna gaan we 24 uur in de trein op naar Pyongyang. Trein. Dat is eigenlijk best wel lekker. Het leek een beetje op dezelfde trein die we hadden van de Transmongolia Express. En als je nu op Google Maps kijkt, zie je dat we bijna bij de grens zijn. Het is nu, ik weet niet of je het ziet, maar het is wel waar. Het is 7:10. Hier ligt de grens met Noord-Korea en we moeten zo meteen eerst 2 uur bij de Chinese grens stilstaan. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Het zou voor mij gewoon een kwestie zijn van paspoort stempelen en weer door. En dan is Noord-Korea aan de beurt. We hebben net de grenscontrole gehad en gaan nu naar Pyongyang toe. We moeten hier nu even een uurtje wachten. Dat was eigenlijk best wel een makkelijke grenscontrole. Maar we moeten wel een beetje bij elkaar blijven, want we mogen niet te ver van de groep aflopen. We zijn officieel nog bij de grenscontrole. Nou, even een snelle update. We zijn aangekomen in Noord-Korea in Pyongyang. We zijn net ingecheckt, we hebben lekker gegeten. En eigenlijk is het hotel best eigenlijk wel mooi. We hebben zelfs een terras gekregen met uitzicht over de stad. Een beetje donker, maar je kunt wel wat hoge gebouwen zien. En daar in de verte, als je heel goed kijkt, daar zo. Dat is de Yuzhu-toren. Daar gaan we later deze week ook nog in. En er is eigenlijk maar één regel die we hebben. En dat is dat we 's avonds het hotel niet mogen verlaten. Maar nu moet ik eerlijk zeggen, we zijn vandaag ook echt heel erg moe. We hebben heel de dag in de trein gezeten. Dus dat gaan we niet doen. We gaan zo meteen nog wat drinken met de rest van de groep. Want Noord-Korea kun je niet in je eentje bereizen. Daarvoor moet je met een groep. En we gaan dus eigenlijk gewoon een beetje uitrusten. Onze eerste indruk van Noord-Korea is eigenlijk dat Pyongyang in ieder geval heel erg modern is. Heel veel nieuwe gebouwen. Je ziet echt dat het recentelijk is gebouwd. Het is super schoon. En morgen hebben we een dagtour door de hele stad. En dan gaan we meer van Pyongyang zien en van de rest van Noord-Korea.
Zo, we hebben onze eerste nacht gehad in het hotel in Pyongyang. Hoe heb je geslapen, Eve? En de zon komt nu ook langzaam op in Pyongyang. En als we naar ons balkon lopen, dan zie je de stad langzaam wakker worden. En zoals je misschien een beetje kunt zien, zijn er best wel wat hoge gebouwen in Pyongyang. Alleen ze zijn volledig donker. En ook daar. En eigenlijk vannacht ook, als je keek uit je raam, dan zag je eigenlijk maar een paar gebouwen met een paar lampjes verlicht. En de rest is allemaal donker. En daarvoor waren we eigenlijk al wel een beetje gewaarschuwd. Dat in Noord-Korea gas een beetje schaarste is. En dus ook de elektriciteit. En daarom is het 's nachts dus donker in Pyongyang. Maar ons hotel is perfect verlicht. Klaar voor de eerste dag? Tour vandaag en het is echt ontzettend koud. Ik weet niet of je het een beetje kan zien aan me. En we staan nu op het balkon van de bibliotheek. Van de bibliotheek van Pyongyang. Er zijn heel veel boeken. Ze hebben ook Nederlandse boeken erin staan. Tenminste, boeken over Nederland. Het eerste zoekresultaat, dat is over onze aardappelen. Echt fictie is er niet in te vinden. Ik heb een paar boeken proberen te zoeken, maar dat staat er toch niet in. En vanaf hier hebben we een mooi uitzicht over Kim Il-sung Square. Dat is het grootste plein van Noord-Korea. En daar is de Yuchu Tower. En hier zitten wat ministeries, ook een ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook al vraag ik me een klein beetje af waarom ze zo'n groot gebouw ervan moeten hebben. Volgens mij doen ze niet met heel veel landen zaken in Noord-Korea. En eigenlijk is het allemaal best wel relaxed. Ik had eigenlijk verwacht dat het allemaal een stuk strikter zou zijn met fotograferen en filmen en alles. Maar volgens mij heeft nog niemand problemen ermee gehad met wat ze ook willen fotograferen. Het ziet er eigenlijk allemaal best wel goed uit. Het is natuurlijk wel Pyongyang, de rijkste stad van het land. Maar ja. Laten we weer naar binnen gaan. Ja, souvenirs kopen. Voor iedereen die wel eens ooit een documentaire heeft gezien over Noord-Korea, dan heb je ook wel eens de standbeelden achter mij gezien. We hebben daar net voor gebogen. We moeten foto's maken met heel het lichaam erop. We mogen hem niet half afsnijden. En vanaf hier heb je eigenlijk best wel een mooi uitzicht over Pyongyang. En dit zijn de stichters van Noord-Korea, Kim Il-sung en Kim Jong-il. En dit is allemaal heel erg officieel. Een van de meest officiële dingen we ook gaan doen in deze tour. En nu moeten we op een groepsfoto. Slims gevonden hier in Pyongyang. Als je namelijk aan het wachten bent op de metro, kan je hier gewoon de krant lezen. En het is altijd positief, dus dat is goed je dag beginnen. En in ons geval is het plaatjes kijken. Kijk, boeren, hardwerkende mensen, hardwerkende schaatsers.
is alweer tijd voor de tweede dag hier in Pyongyang. En vandaag zien we er iets netter uit dan normaal. Ja, ik heb vandaag mijn nette broek aan, overhemd, stropdas. Want vandaag gaan we naar het Kumsusan Palace, althans deze ochtend al. En daar ligt het opgebaarde lichaam van Kim Il-sung, de opa van Kim Jong-un, en Kim Jong-il, de vader van Kim Jong-un. En dat is een heel erg ding hier in Noord-Korea. Ja, die mensen zijn natuurlijk worden hier heilig verklaard. Dus wij moeten een beetje netjes gekleed gaan. En dat gaan we dus vandaag ook doen. En er staan nog veel meer op programma. Ik moet eerlijk zeggen, gisteren was echt een ontzettend intensieve dag. Normaal gesproken over alles wat we gisteren zouden doen, zouden we, als we normaal aan het reizen zijn, bijna een week doen. Maar het is allemaal wel heel interessant en het wordt allemaal echt tot in de puntjes geregeld. Soms zelfs zo erg in de puntjes dat je je kunt afvragen van, goed, het hoeft helemaal niet zo strikt. Voor bijvoorbeeld gisteren deed het hete water hier in het hotel niet. Nou, ze gingen gelijk langs alle mensen toe en maakten een heel lijstje. En ze kwamen er nog wel 2 of 3 keer op terug later op de dag. En in het restaurant moest echt alles perfect worden geregeld. En onze gidsen, Noord-Koreaanse gidsen, waren echt tegen de openstaat zeggen, ja, die. Dus het is zeg maar wel allemaal heel erg goed geregeld, maar bijna net allemaal te goed geregeld. Maar ik ben ook echt, was ook echt kapot na gisteren. En ik ben heel erg benieuwd wat er vandaag allemaal op programma staat. Want het is wel een beetje gewijzigd van wat we eerder zouden doen, maar we gaan het allemaal wel zien. We hebben er toch geen invloed op, dus op naar het ontbijt nu. Alright, en dan zal ik nu mijn outfit even laten zien. Het begint met mijn bergschoenen. Ik hoop dat ik die aan mag. Anders heb ik ballerina's bij me. Maar het is buiten echt super koud. Dus ik hoop het niet. Dan mijn kakbroek. En mijn kakshirt. En ik had geprobeerd mijn haar een beetje netjes te doen. Maar ja. Alrighty, yo. Gaan we dan. Het is weer opnieuw een drukke dag in Pyongyang. Het is best wel een intensieve tour. En we zijn nu bij het monument van de partij van Kim Jong-un. Eigenlijk de enige partij hier in Noord-Korea. En dit is het standbeeld dat staat voor hoe Noord-Korea wil zijn. En aan de andere kant van dit plein, daar zitten de bronzen beelden waar we gisteren hebben gebogen. En we krijgen nu weer een rondleiding en zometeen gaan we eindelijk lunchen. Ik heb ontzettend honger gekregen. En als het goed is, gaan we Koreaanse hotpot krijgen. En nog een onderdeel van onze tour is dat we bloemen gaan bekijken, namelijk de Kim Jong-ilia en de Kim Jong-ilia. En je kan ook zaden daarvan kopen en die kun je dan in Nederland gaan groeien. Dus we gaan die zeker kopen en in Nederland kijken of we een mooie Kim Jong-ilia kunnen maken. Klinkt net of je een baby maakt of zo. Ja, Kim Jong-iliaatje. Ja, dat zijn deze dus. Die rode. Welcome to our exhibition. Oh, het gaat beginnen. Our Kim Il-sung-ilia, Kim Jong-ilia exhibition was opened in April 2002 on the occasion of the 90th birth anniversary of President Kim. We staan nu op de Yuchu Towers en omhoog gegaan voor 5 euro. We staan nu op 150 meter hoogte. En er is hier een heleboel te zien eigenlijk wel. Ja, het is heel kleurrijk. Je hebt een 360 graden view over Pyongyang. En dan zie je eigenlijk wel hoeveel hoge gebouwen er hier zijn. En hoeveel er op dit moment ook gebouwd wordt. En daar is het Kim Il-sung Square. Sorry, het is echt min 10 of zo. Dus, nou, dat is echt wel boven nul, denk ik. Nou, het sneeuwt wel een beetje. Je neus is rood. En je hebt eigenlijk best wel een goed overzicht over Pyongyang. En dan zie je eigenlijk ook best wel dat het toch wel een grote stad is.
of the demilitarized zone, there's a farm village where there are 245 families are doing farming on the farm. So now we are going inside to the northern boundary of DMZ. Stonden we aan de andere kant. En toen was het allemaal heel strikt. Moest je binnen een minuut weer doorlopen. Je mocht niet stilstaan. Tenminste, heel kort mocht je stilstaan. Het was allemaal heel strikt. En nu staan we aan de andere kant en is het eigenlijk super relaxed. We mogen eigenlijk rondlopen wat we willen. Foto's maken wat we willen. Een beetje rondhangen. Het is wel heel erg gek of zo. Want hier is het pas eigenlijk de eerste keer dat ik het idee heb van oké, dit is echt zo afgesloten land. En daar, over 100 meter, is het gewoon het vrijere Noord, of het vrijere Zuid-Korea. Maar het is wel interessant om het nu van beide kanten te hebben gezien. Dus, heel apart hoeveel kilometer je eigenlijk moet omreizen om aan deze kant te komen. Terwijl eigenlijk het enige wat je tegenhoudt, dat ene. Ja. Nou ja, en al die mijnen en al die bommen die er tussenin liggen. Maar. Dit is alweer onze allerlaatste dag in Pyongyang. We gaan er vandaag vandoor. We nemen de trein terug naar Beijing. Gaat er weer 24 uur over doen, dus voorlopig zijn we nog niet thuis. Maar omdat je de heenweg al gezien hebt, is dat voor jou niet meer zo boeiend. Dus we sluiten de vlog af. En ik dacht, dat doen we even door even kort te vertellen wat onze indrukken zijn van de gebieden waar we zijn geweest in Noord-Korea. Dus wat vond je ervan? Ik vond het een heel interessante tour. Je hebt echt het idee dat je heel veel propaganda krijgt. Maar ik moet zeggen, eigenlijk viel dat wel heel erg mee. De armoede zie je eigenlijk ook niet echt. Dus vooral, wat je vooral heel erg ziet is dat het een beetje ouderwets allemaal is. Mensen lopen een beetje van die ouderwetse gewaden. Het ziet er een beetje grijs uit buiten. Niet veel winkeltjes op straat. Maar het is op zich wel. Op zich ziet het er allemaal best wel gewoon normaal uit. Misschien is dat ook wat ze ons willen laten zien. Dat zullen we nooit weten. Maar deze tour is wel heel erg interessant. Ook als je meer wilt leren over de Koreaanse oorlog. En dan vanuit het oogpunt vanuit de Noord-Koreanen. Ja. Dus ik zou... ik heb zeker wel het idee dat ik nog een keer terug wil komen. Het is eigenlijk die 3 dagen waren eigenlijk een beetje te kort die we hier waren. Maar goed, het is wel heel erg duur om hierheen te gaan. Misschien dat voor een andere keer is. Ja. Wat vond jij ervan? Ik vond... je zag veel meer leven in de stad dan ik van tevoren had gedacht. Veel meer mensen op straat. Mensen leven eigenlijk in principe gewoon een normale leven voor wat wij hebben kunnen zien. Nu zijn wij natuurlijk vooral in de steden geweest. En er zijn natuurlijk heel veel gebieden in Noord-Korea waar het echt heel schijnend schijnt te zijn. En waar heel veel armoede is en mensen niet eens normaal kunnen eten. Die gebieden zullen er ook vast zijn en... hier in de stad hebben ze natuurlijk ook met de regels te maken. Ze kunnen niet vrij reizen, ze kunnen heel weinig. Maar verder, wat mij verbaast, is dat de mensen verder gewoon wel een normaal leven leiden. Ja, ze schaatsen, ze fietsen. Sommige kinderen, of de kinderen hier zijn precies hetzelfde als in andere Aziatische landen. Ze zwaaien naar je, lachen naar je. Ze zijn een beetje verlegen als je weer terug zwaait. Weet je, dat mensen zijn hier eigenlijk gewoon normaal. Ik heb het idee... dat vooral de mensen ook in de steden helemaal niet zo heel erg bezig zijn met hun leiders. Eigenlijk alleen als het moet of van hen wordt verwacht. Dan zijn ze hem aan het ophemelen. Maar in het dagelijks leven is het eigenlijk gewoon... Mensen kijken ook niet eens naar die propagandaposters. Ze lopen er gewoon langs en
En in het circus waar we waren, hingen bijvoorbeeld geen posters van de leiders. Waar was het dan nog meer waar ook die posters niet hingen? Er waren zeg maar meerdere plekken waarvan ik had verdacht, oh ja, daar gaan wij sowieso eerst even onze respect weer betuigen aan de grote leiders. Maar dat was niet zo. Dus ik denk dat het, ja, je weet het niet, want je woont hier niet. Dus het is heel moeilijk om het over te zeggen, maar het was vooral heel erg interessant. Ja, en ook wel leuk. Het is op zich wel verder een leuke stad. En, ja. Nou, de gidsen doen wel je best om je niet te vervelen. Je bent echt van 's ochtends 8 uur tot zeker 's avonds 10 uur heb je een programma. En dan ben je 's avonds ook wel echt kapot. Ik ben nu ook wel echt heel erg moe en heb echt wel zin om een beetje wat meer uit te slapen. Maar dat ga jij niet zien, want de vlog is hierbij afgelopen. Yeah. En vond je dit een leuke video, vergeet vooral niet te abonneren. Een duimpje omhoog te doen. En reactie te laten. Dus als je nog vragen hebt of zo over dingen die we niet in deze video hebben behandeld, stel ze gewoon hieronder. Dan neem even de tijd om die vragen nog te beantwoorden, als we kunnen natuurlijk. En we hebben ook een vlog over de keer dat we de DMZ bezochten vanuit Zuid-Korea. En de link daarvan vind je in de omschrijving. Tot de volgende vlog.